De spoorwegverbinding tussen Utrecht en Den Bosch, die onze drie grote rivieren kruist, is weer hersteld. Terwijl de brug bij Culemburg onbeschadigd uit de oorlog kwam, werden de overgangen bij Zaltbommel en Hedel totaal vernield. Treinen naar het zuiden konden daardoor slechts tot Geldermalsen rijden, waar moest worden overgestapt in autobussen. Het was van het noorden naar het zuiden van ons land een omslachtige reis. Maar niettegenstaande de vele moeilijkheden, kon het verkeer gaande worden gehouden. Pas in 's-Hertogenbosch kon men de reis weer per trein voortzetten. Met man en macht werd intussen gewerkt aan het herstel der spoorbruggen. Op 6 januari van dit jaar was de brug bij Zaltbommel klaar en kort geleden passeerden de eerste locomotieven de herstelde brug bij Hedel, de laatste schakel in het rechtstreekse spoorwegverkeer tussen het zuiden en de rest van Nederland dat nu kan worden hervat. Zondag 1 ochtend. In een 30-jarige diensttijd, doorgebracht op de route van Baren naar Utrecht, is dit stoomtreintje oud geworden. Afgeleefd is het nog niet, want als het zijn laatste rit waarvoor het nu in Baren vertrekt, in Utrecht eindigt, zal het nog als lokaaltje dienst gaan doen in Friesland. Het oude treintje heeft nog de gezellige, maar niet ongevaarlijke open balkonnetjes. Met de stoomtrein verdwijnt ook dit bordje. In Utrecht staat, versierd en wel, een nieuw treinstel klaar voor de eerste officiële rit op het zojuist geëlektrificeerde traject naar Baren. We zullen dat oude treintje daar nooit meer zien. Een weemoedig afscheid? Voor enkele oudgedienden misschien wel. Voor de reizigers betekent dit weer een vooruitgang. De spoorwegen spreken niet alleen, maar doen. Wij hebben een van de laatste stoomtreinen die van Eindhoven naar Maastricht reed op zijn reis naar het zuiden gevolgd. Op deze lijn namelijk zal met ingang van de zomerdienstregeling met elektrisch materieel gereden worden. En we wilden eens zien wat er allemaal op dit traject veranderd en verbeterd is. Nadat we Weert voorbij zijn, passeren we bij Buggenum de Maas, waar de houten noodbrug heeft plaatsgemaakt voor een definitieve staalconstructie. Bij Susteren is het hele emplacement geëlektrificeerd. Op sommige punten vinden we hier 25 bovenleidingen naast elkaar. Verder naar het zuiden in Lutterade werd de laatste hand gelegd aan de wederopbouw van het station, dat in 1942 door een bombardement verwoest werd. Ook in het Limburgse land ziet men dan overal de bekende waarschuwingsborden. Op verschillende stations bleek het noodzakelijk de perrons te verhogen, doordat de ingangen der elektrische treinen hoger liggen. Op 7 plaatsen langs de lijn naar Maastricht werden onderstations gebouwd, waar de wisselstroom van 10.000 volt zal worden omgezet in gelijkstroom van 1500 volt. Met het ingaan van de nieuwe dienstregeling zal Maastricht ongeveer 1,5 uur dichter bij het westen zijn gekomen. Wie Amsterdam kent, kent ook het door Kuipers ontworpen Centraal Station dat 60 jaar geleden in gebruik genomen werd. Met recht mag dit grootste station van Nederland de hoofdingang van Amsterdam genoemd worden. Door dit gebouw stromen dagelijks ongeveer 100.000 mensen de stad in en uit. De verkoop van kaartjes zal ongetwijfeld veel sneller gaan dan 60 jaar geleden. Via controle, tunnels en trappen bereiken de reizigers de perrons om van daaruit hun reis te beginnen.
onder leiding van de hoofdstationschef, de heer Putman, werken op het centraal station van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 1300 mensen aan hun verantwoordelijke taak. De treinenloop wordt vanuit het grote seinhuis geleid. Hier worden de vele wissels automatisch omgezet en worden de seinpalen bediend. Op het grote bord in het storingsbureau controleert men het hele elektrische net tussen Dordrecht en Amersfoort. Langs 15 sporen met 300 wissels komen en gaan de treinen. Per dag rijden er 500 af en aan. Zo is Amsterdam niet alleen met alle plaatsen van Nederland verbonden, maar ook met alle belangrijke steden van Europa. Achter klaar, rij maar! Amsterdam kent ook het door Kuipers ontworpen centraal station dat 60 jaar geleden in gebruik genomen werd. Met recht mag dit grootste station van Nederland de hoofdingang van Amsterdam genoemd worden. Door dit gebouw stromen dagelijks ongeveer 100.000 mensen de stad in en uit. De verkoop van kaartjes zal ongetwijfeld veel sneller gaan dan 60 jaar geleden. Via controle, tunnels en trappen bereiken de reizigers de perrons om van daaruit hun reis te beginnen. Onder leiding van de hoofdstationschef, de heer Putman, werken op het centraal station van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 1300 mensen aan hun verantwoordelijke taak. De treinenloop wordt vanuit het grote seinhuis geleid. Hier worden de vele wissels automatisch omgezet en worden de seinpalen bediend. Op het grote bord in het storingsbureau controleert men het hele elektrische net tussen Dordrecht en Amersfoort. Langs 15 sporen met 300 wissels komen en gaan de treinen. Per dag rijden er 500 af en aan. Zo is Amsterdam niet alleen met alle plaatsen van Nederland verbonden, maar ook met alle belangrijke steden van Europa. Achter klaar, rij maar! Duizenden mensen komen dagelijks het Amsterdamse Centraal Station binnen. Duizenden onder hen stappen in de treinen welke het station met bestemming Dordrecht verlaten. In ongeveer anderhalf uur worden zij naar de nijvere industriestad aan de Merwe gebracht. Wie echter verder moest, naar Roosendaal bijvoorbeeld, moest tot voor kort in Dordrecht overstappen van de geriefelijke elektrische trein in de minder comfortabele en minder snelle stoomtrein die hem vandaar over de Moerdijkbrug naar West-Brabant bracht. De zomerdienstregeling bracht op dit traject een belangrijke verbetering. Voor de elektrische treinen uit Amsterdam is Dordrecht nu geen eindstation meer. Het is tussenstation geworden. De treinen rijden nu door. Het ene half uur via de Moerdijk naar Eindhoven, het andere naar Roosendaal en omgekeerd. De grondslag voor de modernisering van het treinverkeer in Midden- en Westelijk Noord-Brabant werd in november 1948 gelegd, toen namelijk met de elektrificatie van dit gebied een begin werd gemaakt. Na nauwelijks een jaar werken kan hier nu reeds met het moderne elektrische materieel gereden worden. West- en Zuid-Nederland zijn weer dichter bij elkaar gekomen. In het dorpje